Hi, ik ben Palami en ik ben de auteur van deze nieuwe boek, de Bijbel van de Indiase keuken. Ik heb deze boek geschreven met 234 recepten, alles van India. En vandaag gaan we de kikkererwtensalade maken. En voor dat gebruiken wij kikkererwten en heel veel groenten en chutney. Ik ga die kikkererwten in een zeef afspoelen. Daarna ga ik uien fijn gesneden met de komkommer in heel kleine blokjes, tomaten ook in kleine blokjes. En allerlaatste snij ik de granaatappel en verwijder die pitjes en zet die parels in een kom. Nou, voor de salade hebben wij twee soorten chutney. Eerst gaan we de groene chutney maken. Die koriander kan je ook met de stokjes en stengels gebruiken en munt zonder de stengeltjes. En daarna gebruik een stafmixer of een keukenmachine om een goede pesto en chutney te maken. Samen met een beetje yoghurt, limoensap en ravitpepertje. En zout. Maak een chutney heel fijn gemalen en zet het in een kleine kommetje. Daarna gaan wij die tamarinde chutney maken. 6 tot 7 eetlepel paamsuiker of jaggery. Samen met gemberpoeder, chilipoeder en een stinky kelepoeder noemd als asafoetida. 2 eetlepel tamarinde en meng 100 ml water en meng goed door tot een gehele pasta geworden is. En allerlaatst gaan we de salade maken. Pak alle groenten, kikkererwten in een grote schaal. Voeg 1 theelepel amchurpoeder of gedroogde mangopoeder en 1 theelepel chaat masala. En dat is een kruidenmengsel met heel veel specerijen. Dat kan je ook zelf maken. Samen met 3 eetlepel groene chutney. En daarna 2 tot 3 theelepel tamarinde chutney. En nu meng het nog een keer goed door. En allerlaatste, een beetje granaatappelpitten overheen. Verse korianderblaadjes. En een beetje limoen of citroensap overheen. En nou, je salade is klaar om te eten. Geniet ervan!